In de vorige aflevering streden Toon van Ham en Gilles Kolen van Team Westin tegen Jordi Rakiman en Lennart Rinalda van Team Shimano. Na een bloedstollende strijd wist Team Westin te winnen en zo de eerste 3 punten binnen te halen. Deze week is het de beurt aan Thijs van der Akker en Koen Sipma van Team Fox Rates tegen Goran Krinic en Jamie Postumus van HTO Westin. Wordt Team Westin na 1 ronde alweer van de troon gestoten? Of blijven ze nog 1 ronde langer op plek 1 staan? Dit is The Walking Best. Beide teams beginnen laat in de ochtend. Team HTO Westdijk wil eerst de snoek in een polderstelsel vangen, om daarna de rest van de kaart af te tikken. Rechtdoor, dan is het daar, toch? Huh? Nee, dan gaan we gewoon die polder mee kijken. Dan zeg het dan. Er staat nog rond. Getij. We staan nu op die. Ja, we moeten. Ja, gewoon hier naar links. Naar links. Ja. Nou, dan gaan we toch? Ja, toch? Tijd gaat inpassen als we eerst de snoek hebben gevangen, toch? Ja. Gaat vandaag wel lukken. Kom op, jongens. Hier beginnen? Ja. Ik heb geen idee, man. Nou, goedemorgen allemaal. We zijn op de eerste stek aangekomen. We gaan eerst proberen om een snoek te vangen en die af te strepen. En daarna gaan we naar de rivier. Dit is een stek waar we allebei nog nooit hebben gevist. Het zat wel heel erg interessant uit op de Google Maps. Dus het moet wel lukken, ik heb er wel vertrouwen in. Gaat beginnen alweer goed, hè? Terwijl Goran en Jamie de eerste worpen hebben gemaakt en vol achter de snoek aan zitten, zijn Thijs en Koen van Team Fox Rates iets later begonnen. Zij willen als eerst de baars vangen op de rivier, voordat ze de rest gaan belagen. Goedemorgen. Ja, we hebben ons schema in ieder geval flink omgegooid. We wilden beginnen met snoek. Maar omdat ik gisteren heel weinig actie had met voorvissen van baars, heeft Koen vanochtend even dit stekje gecheckt. Had hij snel een aanbeet en 1 gevangen. Daarna is hij gestopt, dus we gaan nu even kijken of dat er nog meer liggen. We hebben goede hoop en we gaan even kijken of we eerst even die 2 baarzen kunnen vangen. Dan een snoekje, vanavond dan de snoekbaars. En ik ga maar eens even naar Koen toe lopen. Die staat al op de stek te wachten. Dus zie jullie daar. Maatje, eerste worp vis? Eerste worp. Even kijken. Daar pakt hij hem dus. Ja man. Ja, iets meer naar rechts eigenlijk. Oké. Okay. Ik had echt eerste worp tikjes al. Toen dacht ik, ja, kunnen ook steentjes zijn. Tweede worp vis. Ze liggen er wel. Langzaam gevist zeker ook. Ja man. Ja. Klapt ook nog een aantal keer roofvlij hier langs. Ja. Best ook jongen. Ja, ik doe nog 1 worp, maar jij kan alvast hoor. De goede kant. Ik ben er even een kleine haakje op aan het zetten, want we merken dat we toch wel hele voorzichtige aanbeten krijgen. Ondanks dat ik er straks eerste worp vis had, tweede worp, of eerste worp aanbeet, tweede worp vis. Maar ze zijn nu op de een of andere manier staan ze gewoon even uit. Dus ik ga proberen om net even met wat kleiner aas om te kijken of ze daar wel op reageren. Dat wil af en toe nog wel eens een trigger zijn. Heel veel brasem wel hoor. Ja, het zwemt heel veel brasem. Dus even kijken of dit de truc kan doen. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Planten?
Ja, maar hier is het wat dieper hier. Nou, water in dit stuk polder is echt bruin, troebel. Ik weet niet waardoor het komt, of dat het nou door dat ze pas geleden gebaggerd hebben of zo, weet ik niet. Maar ik ga iets vellers aan gooien, denk ik. Dan moet het gaan lukken, denk ik. Kijk, een andere koekbo. Dit is wat anders dan een snoek. Nou, ik krijg op Caroline een aantal laffe aanbeetjes gehad. Dus ik ga nu gewoon even iets anders doen. Gewoon een witte shed. Iets sneller vissen. Maakt misschien het verschil. We gaan het zien. Oh, ik had zo gehoopt, hè. Ik dacht straks, eerste worp al hele zachte aanbeetjes, tweede worp vis. Ik denk, nou, als dit zo meteen goed gaat. Ja, echt hè? Een half uurtje, twee bazen, gaan snoek. Team Fox Reeds had gehoopt op een vlammende start, maar helaas pakt het anders uit. Op wat kleine tikjes na is er geen leven van vis, maar ze strijden door. Nou ja, eerst was het idee om hier baars te vangen en daarna snoek. Nou, misschien als we hier geen baars vangen, dat we eerst voor de snoek gaan. Dat we één snoek van 80 is evenveel als twee baars van 40. Dat lijkt mij het beste. Ja, als we die snoek zouden hebben, daarna voor baars te gaan in de schemer en het donker voor snoekbaars. Nou, we blijven nog eventjes hier staan. Want ze zitten er sowieso. Dus misschien is het maar een kwestie van het aasje gewoon vlak voor zijn kop langs trekken dat hij het wel pakt. Of net maar de goede vis treffen die wel honger heeft. Ja. Even minimaal een half uurtje hier, dan gaan we weer even verder kijken. Hebben wij weer, jongens. Hey, hebben wij weer. Hebben we een perfecte stek uitgekozen om te vissen. Je gaat er dwars gelijk gehakt, man. Snoek gehakt. Sowieso dat hij er een paar hebt gepakt met al die slootjes. Precies weer zo'n geil pauwtje daar zo onder die duik. Nee, zie je hem? Alleen gras, trek maar. Echt? Ja. Nee, het is geen alleen glas, man. Ja hoor, nee, alleen maar gras. Dat kent niemand, man, als je muur vast. Nee joh, kijk, geef mij die engel, ga maar eens kijken. Dan kijk uit dat je hem niet vast, dat je hem niet te vast trekt. Kijk hier. Hé, hey, stingend touw, zit de snoek aan. Yo. Maar karig, man, hé. Hey. Kom op. Niet opgeven, doorgaan. Nee, ik ken ook niet, maar we hebben nog 10 uur. Oh, 9, 9,5. Zoiets. Oh shit. Moet je nou? Ik zeg nog een kwartiertje, Goran, en dan smeren we hem hier hoor. Vind je niet? Ja. Of jij moet anders denken, maar... Nee man, het gaat al moeten gebeuren hier, denk ik. Ik wou het zeggen. Ook team HTO Westdijk begint taai. Ondanks de op het oog prachtige polder hebben ze geen actie. Kom op, jongen. Er moet toch een vis zitten hier, man. Kom. Team Fox Reeds geeft de baarstek nog even de kans. Maar gaan als de aanbeten uitbleven, eerst de snoep proberen te vangen. Ja, nee, het is lastig. De bijten zijn die we hebben zijn heel, heel laf en heel tam. En kunnen we niks mee eigenlijk.
Nou ja, Thijs is nu wat actiever aan het vissen. Ik ben nog steeds met de Carolina. Ik probeer om die passieve vis gewoon te triggeren tot een aanbeet. Ja, vis! Vis! Thijs, vis! Kom eraan! Nou, om die passieve vis dus over te laten gaan tot een aanbeet. Ah. Hoppa! Ja! Ah, mooie vis ook. Hey, tik jij hem eens even heel snel aan. Nou, we zeiden het. Passieve vis op de mooie Fox Floating Creatures. Even meten hoe lang die is. Deze is 45,5. 45? Nee, 45,5. Oh, 45,5. Ja, 44. 44,5. Kijk, zo is het mooist. Stekels mooi omhoog. En dat zijn toch wel de vissen waar je het voor doet, hè? Dat is één. Pascal, deze stek. Om even te kijken of de vis er lag. Mooi man. Nou, die lacht, hè? Gaan kijken of we nog eentje kunnen vangen. En gaat deze mooi terug. Nou, wat een mooie vis, hè? Letterlijk, ik zeg passieve vis. En ik voel hem weglopen. Mag ik ook een passieve vis? Alsjeblieft. Passieve vis is het codewoord, hè? Passieve vis. Ik ben echt met mijn reet in het water hangen. Top, man. Jongen, jongen, jongen. Je hebt je kontje verkocht aan die bazen. Ja, echt, hè? Ja, we lopen steeds verder, maar we hadden al lang actie moeten hebben, man. Zeker zo'n water als dit, waar ook volop kleine snoek zit. Enorm veel hotspots, bruggetjes, hoe zeg je dat? T-splitsingen. Maar echt nog geen actie, geen volgen, geen kolken, niks. Dus we proberen het nog heel even en dan gaan we toch een andere stek opzoeken. Maar ze liggen er ook wel, hoogstens. Ja, ze liggen er zeker wel. Bijt. Nee, ze hebben daar een zwaan en het vermoeden dat hij vogelgriep heeft. Dus die kinderen denken dat hij geholpen gaat worden. Maar... Morgen legt hij in Albert Heijn, hè? Ja, inderdaad. Crematorium. Ik denk dat wij naar een andere stek gaan, want dit is... heel erg slecht hier, hè? Veel zon, geen wind, absoluut geen snoek weer om in de polder te vissen. Kun tractor erbij? Een tractor erbij die steeds heen en weer rijdt. Dus we gaan ergens anders kijken. Nou ja, we moeten nog één baars. Of we die hier gaan vangen is ook de vraag. Maar we hebben in ieder geval eentje al binnen. Ja. Dus ja, blijven we nog eventjes hier uitkammen. Heel langzaam vissen. Ja, aanbeet. Ja? Echt. Misschien kunnen we er een verleiden. Dus ja. En anders gaan we maar voor het snoeken. Ja, maar die temperatuur, dat is ook wel een dingetje. Vanochtend toen ik heen was 7 graden. Ja, misschien moeten ze een beetje opwarmen. Kan ook, hè? Of het is slecht, je weet het nooit. Ik reed weg, overal mist, ja. Knijten dichte mist. Ik denk, kut, dit gaat hem toch niet de hele dag worden, hè? Want dan zijn we echt fucked. Dan ja. Is alles natuurlijk helemaal kut. Je weet ooit nooit niet. Nee, dat is waar. Nou, we zijn op een nieuwe stek gekomen. Even een hotspotje. In het verleden vingen we hier altijd wel een snoekie. Dus we dachten, het is in de buurt van de rivier. Even een snoekje afstrepen hier en dan door naar de rivier. Dus laten we hopen dat het deze keer wel lukt. We gaan kijken, we gaan beginnen. Ja, even dat snoekje afstrepen, zegt hij. Laten we het open. Ik vind het lastig, Goran, zo helder water en zo helder en zo. Huh? Ik zeg, ik vind het lastig als ik het zo zie. Ja. Maar het is overal zo nu. Ja. Toch? Ja, ik zou zeggen, misschien toch troebelere sloot als dit niet lukt.
Jij niet? Dit sloot was altijd raak, joh. Hier zo? Altijd. Ja? Oké. Okay. Even tot die boom en dan terug. Op jouw ervaring gaan we dan af. Vis. Vis. Hoppa. Ah, maar het was ook helemaal niks, hè? Nee, man. Oh ja. Maar kleiner dan de straks, maar dan kunnen we wel door. Ja, heel veel kleiner. Goeie, hè? Heel veel kleiner is hij ook niet. Heb je hem? Bijna. Heb eens. Hoppa! Ja. Twee bazen. De derde vanochtend. Tweede op beeld. Hoppa. Nou, die is gewoon even groot, hoor. Ja. Ja, hij is groter. Hij is... 46. 46. Nou, we hebben hem net opgemeten. 46 centimeter. Net wat groter dan de vorige. Maar wat een vis. Ze zijn onwijs lastig. Hij zat precies in het hoekje. Maar hier doen we het wel voor, hoor. Oh, oh. Gaan we snel terugzetten. Maar wat een vis. Het andere team heeft twee mooie bazen gevangen, Goran. Ze moeten aan de bak, hè? Heel goed voor hun, maar voor ons is het minder, hè? Laat die snoek nou maar komen. Kunnen wij ook baas gaan vissen. Precies. En hier moet het gebeuren, toch? Ja. Maatje. Oh, kijk uit, kijk uit. Hoppa. Oh, oh. Dat was denk ik wel het moeilijkste van vandaag. Dat was lastig voor vandaag, denk ik. Ja. Let me lay it on the line. Your soul got started with a slip of the tongue. Deze kan je in ieder geval niet missen. Die mil is weer een ander verhaal. Het is niet groot, ongeveer 70 denk ik, maar... Kutzooi man, ik miste hem hier, jongen, echt. Ja. Hij mist hem vier keer, man. Maar wacht even dan, laat hem met rust. Dan moet je beter wat anders... Hij heeft geen één keer haak gevoeld. Oké. Okay. Hoe groot is die? Klein, hè? Ik denk 70 of zo. Vind je een snoek en dan hapt hij vier keer ernaast. Ik denk niet dat hij nog wil, man. Ik heb niks gezien in ieder geval. You must love chaos, I disagree. You need no honor, your heart was lawlessness. You tried to take me in, but I broke free. Nou, nu stekkie, Koen. Laat ze even een mooie pakken, dan kunnen we door. Hier zitten ze ook. Maar nu nog afwachten tot we een vangen. Ja, het zou wel lekker zijn. Ja, je weet ooit nooit niet, hè? Ik kan niet altijd zes gooien. Precies. Ik zie wel al veel aasvis. Ja, activiteit genoeg. Nou, hier pakte ik ze vaak wel echt in die opening. Ja? Ja, bij die brug ook wel. En naar links bij het gemaaltje. Is hier? Ja. Ik kwam er eentje achteraan. Oh, ja, ik zag zijn golf meegaan. We zijn op een nieuwe stek aangekomen voor de snoekbaars. We wilden eigenlijk eerst snoek vangen, maar goed, nou, gezien we toch in de buurt waren, zou het een beetje zonde zijn om deze stek te laten liggen. Dus ja, hopen dat we hier snel een paar snoekbaars kunnen vangen. Wie weet. Fucking hell. Echt. We hebben nog twee uur. Ja, aanbeet, ik zag hem.
Kijk, hoe werkt dit, vriend? Draaien. Yes. Ja. Ja. Oeh, ik weet het niet hoor. 43 centimeter. Net maat. Net maat. Giga mega. De nul is eraf. Ook Goran en Jamie zijn eindelijk van de nul af. Ondanks dat het een kleine snoepbaas is, geeft dit het vertrouwen dat ze nodig hadden voor de rest van de dag. Gaan we doen, Goran? Ik denk dat, dat het verstandig is om, om weer even achter de snoek aan te gaan. Ja. Aangezien we nog 2,5, 3 uur licht hebben. En in de donkere uurtjes pakken we nog snoekbaars en baars, denk ik. En dan hopen we dat het hierachter wel gaat lukken, dadelijk. Of denk je ergens anders naartoe? Ik vind het lastig, man. We moeten inderdaad snoek vangen. Met één auto verder, Jamie? Wat zei je? Met één auto verder? Kan. Ja, voor mij is het niet erg handig hier. Hier niet? Want hier komen we niet meer terug, toch? Deze omgeving. Ja, misschien in het donker dat we nog... Ja, in het donker maak je hier redelijk goede kans. Maakt niet uit, dan gaan we met twee auto's kijken. Wat wil je hier nog snoek kijken? Ja, hierachter heb je nog slootjes voor snoek. Elk stukje verder. Heel veel slootjes, maar wat is wijsheid? Heb je vertrouwen erin? Ja. Ik heb overal, die polder vanochtend had ik ook vertrouwen in, maar je ziet het. Het is niet makkelijk, maar er moet toch ergens een snoek vandaan komen. Maar dan geen lange sloot ofzo, ik wil wel gewoon bruggetjes en zo, weet je dat je, ja. Ja, je hebt hier een gemaal en een bruggetje en dan een stukje okay, 400 meter verder heb je weer een bruggetje. Gaan we daar naartoe? En je hebt een stukje verder, zeg maar, ter hoogte van die bedrijf daar, zeg maar, die kranen. Heb je een lange sloot en dan heb je aan de andere kant van de weg een gemaal. En die staat vaak aan, die pompt die sloten aan, zeg maar, met water. Dus nou, misschien... Laten we eens hier naartoe rijden. Even hier kijken. Kijken. Ja, is goed. Ik was hier eergisteren, als ik hier even kijken, toen zag ik hier, was ik van die kant. Toen zag ik drie, zag ik er. Ik kon gewoon op de bodem kijken. En ze schrokken van mij. Maar ze liggen er sowieso. Dus wel een plek waar ze ook echt vaak liggen. Maar soms doen ze het gewoon niet. Ze er gewoon geen zin in hebben. Het is nou helder, het water staat laag. Dus het kan er ook mee te maken hebben dat ze gewoon even op de bodem willen chillen. En niet een stuk plastic willen pakken. Maar hoe groot moeten die snoekbaarsen zijn? 42 dan? Geen idee. We hebben hun waarschijnlijk gewoon net... 44. Ik wil eigenlijk wel binnen 2 uur een snoek hebben, man. Ja, sowieso. Dus doorpakken. Dan door. Let's go. We got no time. Beide teams zijn aan het strijden om de snoek te vangen. De centimeters van de snoek kunnen in het klassement zeer belangrijk zijn en daarom gaan beide teams er vol voor. Met nog 2 uur tot de schemer staat de druk er goed op en voelen beide teams de spanning. Nee, deze stek geen actie gehad. Thijs had met voorvissen wel een paar vissen hier gezien en gevangen, maar helaas. We gaan naar de volgende stek hopen dat we snel een snoekje erbij kunnen vangen. Tenminste dat we een snoek kunnen vangen. Daarna zelf wat eten en dan snoepbazen. Nou, wat we hier gaan doen. We komen weer. We gaan weer proberen om snoep te vangen. Eén snoekbaasje van mijn liefst 34. En nou, het is niet genoeg. En we moeten een dikke snoek vangen. So let's go. Ons Tieske. Ja. Waar zijn die snoeken, Koen? Hè? De snoeken zijn weg. Ja. Goeie. Gaan we zo denk ik maar spinnenbeet aangooien. Want? Wat zei je? Pak je veel planten?
Nee, je kan wat sneller afvissen natuurlijk. Okay. Moet toch een snoek liggen, joh? Liggen er ook vast wel. Maar bijten, hoe maar. Ja. Andere kant van de brug, even twee worpen. Gewoon vanaf de brug. Ja. Een pleiten. Pleiton. Wij komen het voordeel, het is bij ons niet top, maar bij het andere team ook niet zo te horen. Nee. Eén snoekbaas is ook niet echt best. Nee. Plan F. Zeg jij het maar. Nou ja, ik denk dat we nou wel door moeten gaan voor die snoek inderdaad. Ja, één snoek moet eruit komen, anders heeft het ook geen nut om... Ja, maar ik wil niet hier rondjes rijden, zeg maar, en dan op plekken waar ik zelf zeg maar, geen idee heb, weet je. Nee. Maakt het lastig. Maar het is overal een beetje hetzelfde. Ja, daar ben ik ook wel bang voor, hoor. Het is gewoon sowieso geen goede dag, geen goede omstandigheden. Maar dan liever een plek waar je weet dat ze zitten, weet je wel. Als je dan in het verleden hier onder die brug een snoek hebt gevangen, dan hang je er even een ander aasje aan om nog een keer te gooien hier. Ik zeg tegen Bo, vorig jaar heb ik hier in deze slootje vaak gevist als het slecht weer is en we gingen met de boot niet weg. Ja. Kwamen we altijd, want mama die woont hierachter, Okay. Pakten we die sloot waar we net waren ook. Ja. Vorig jaar hadden we in 2 uur tijd 10 snoeken hier. Okay. Maar ik denk dat het, kijk, die kant is schoon, dus hier hebben ze ook gebaggerd. Ja, gemaaid bedoel je. Ja, hier weet ik niet hoor. Ik denk niet dat hier ooit iets heb gestaan als ik het zo zie. Ja, in het water staan best wel, in de zomer staan heel veel waterplanten. Wederom een nieuw stekkie. We gaan hier even snel een paar worpen maken, kijken of we er één kunnen vangen. En anders gaan we weer door naar de volgende. We hebben een aantal stekken die we kunnen gaan proberen. Snel kijken of we ergens een snoek kunnen vangen. Ja, we hebben nog... Ik wil eigenlijk binnen 2 uurtjes wel echt die snoek hebben, man. Dus, binnen 2 uur? Ja, we hebben nog... Even ons best doen. Een half uur, 3 kwartier. Ja. Oh, allemaal aasvissen hier, Koen. Meen je? Ja. Die kant. Lijkt ook wel een golf weg te gaan. Zie je? Waar? Vanaf hier. Ja, kan ook een karper of zo zijn. Niet gezien. Ja, vis, vis. Hoppa. Pak het net, pak het net. Doe ik. Ja. Scheppen. Hoppa. Hebben. Lekker tik. Hé, jij moet hem straks wel goed maken met een dik snoepbaars. Nou, of jij. Godverdomme, dat is toch wel weer lekker, hé. Nou. Eens even kijken. 81, ja. Ja, wel. Ja, 81. Dat is gewoon een nette, Koen. Mooi, even een fotootje en dan gaan we. Ja. Hij heeft er geen zin in. Nou, jij wel. Ja, lekker bezig. Mooie bazen, mooie snoek nou. Ja. Nou gaat hij zo weer mooi terug. Klapte vol over de schieper heen. Eerste worp, we zeiden al van, oh, hier zit veel vis. Jij dacht een kolk te zien. Mooie vis erop. Het zijn toch wel lekker die 80 puntjes. 81 zelfs. Ja. Snoek 81. Oké. Okay. Lekker jongens. Dat is goed bezig. Minder. Minder voor ons, maar daarom vangen wij dadelijk die ene van 1,10. En dan alles weer goed. Laten we het hopen. Nou, dit betekent dat we tot iets over 9, maar volgens mij 10 over 11 begonnen. Dus tot een uurtje of 9 hebben we om 2 snoekbuizen te vangen. Ja. We gaan een stuk rijden. We gaan een stuk rivier wat goed in het donker is. Hey, eerst even zelf wat eten. Juist. Kijk al die aasvis ook. Eerste worp. Nu de schemer is begonnen, gaan beide teams vol voor de snoekbaars. Al moeten Goran en Jamie zowel de snoekbaars en snoekbaars nog zien te vangen. Het is inmiddels donker. We zijn naar de rivier gekomen.
gaan proberen een snoekbaars te vangen in het donker. Snoeken en baarsen, het is vandaag niet gelukt. Wellicht maken we nog kans op een snoek dadelijk op een andere stek. Maar dan moeten we eerst hier twee mooie snoekbaarsen vangen. Ja, we staan een hartje in Rotterdam. Echt bij SS Rotterdam voor degenen die het kennen. Aan de andere kant Erasmusbrug. Dus echt hartje Rotterdam. Dan gaan wij eens eventjes kijken wat het brengt. Wat denkt u, vis of geen vis? Snoekbaars van een meter, denk je dat? Jawel. Die bestaan wel. Ja. Nou, we zijn aangekomen op het snoekbaarstek. De rivier. We hebben net al twee kribben afgevist. Nog niks. Nou, we gaan stug door. We hebben tot 9 uur, nog zo'n 3,5 uur volgens mij. Dus de tijd is er en we staan op de goede stekken. Dus we zouden zo een snoekbaars kunnen vangen. De laatste tijd worden hier ook wel groter gevangen. Dus we gaan het zien. We hopen natuurlijk op het beste. Maar met al twee snoekbaars denk ik dat we wel safe zitten. Aangezien het andere team nog geen baars en snoek heeft. Nou ja, baars lijkt me sterk dat ze die nog gaan vangen in de nacht. Snoek kan. Dus ik ben benieuwd. Gaan kijken. We hadden op zich een goed plan voor ogen. Ja, voor hetzelfde pak je de eerste uur wel gewoon een leuke snoek. Maar goed, hoe lang zijn we nu aan het vissen? Totaal al een uur of 7. En in totaal één Goran één keer actie gehad van de snoek. Dus ja. Heb je het idee dat we je baas kunnen vangen in het donker? Geen idee. Geen idee. Het is best wel hoog water, dus ik weet het niet, man. Snoekbaars moet wel lukken, maar baars. Hoor eens. Het gaat helemaal los hier. Maar niet met vis. We hebben een vis. Waarschijnlijk te klein. Maar het is een vis. Ja, denk je dat het klein is? Ja. Net hebben we nodig? Of? Ja, doe maar even. Nou, niet heel klein, maar... Wat zou die maat zijn, joh? Ik denk het wel. Maar ja. Snoekbaars. 51. Netjes, man. Ja. Snoekbaars nummer 1. Dan moeten we nog eentje. Dan hebben we een kaart vol. Kijk eens, je staat erop. Nou. Nog eentje hebben we volle kaart, Koen. Lekker bezig, maat. Lekker nog even terug. Hoppa. Nou, zo. Maatje. Hoppa. Lekker bezig. Eén vis, volle kaart. En nu team Fox Reeds ook een van de twee snoekbaarsen heeft gevangen, wordt het wel heel lastig voor team HTO Westdijk. Met een totale score van 222 punten staan ze mijlenver voor. Maar met een uur op de klok weet je het natuurlijk nooit. Hey, mijn eerste vis van vandaag, man. Ja, lekker, maat. Hoppa. Mocht even duren, maar... Monster is binnen. Precies. Hij ligt vol in de stroming zeker. Nee man, hier links ben al uit de stroming. Ja. Die hengel die kant op. Man. Nou, wat mij betreft vissen we die kribben hier af. Ja. Kijken hoeveel we hebben en dan gaan we even kijken welke stek we nog kunnen pakken. Ja, is goed zo. Hey. Ja, vis, dikke vis, dikke vis, dikke vis. Ja? Ja, serieus. Dit is echt goede vis. Dit is echt goede vis. Geen snoep dan? Ja, ik denk het wel, man. Ja, dit is echt... Harde aanbeet? Nee man, heel zacht. Ik voelde hem amper. Oh Koen. Gaat Koen weer. Hij zit in zijn staart of zo. Niet. Hij zit vals gehaakt. Tief op. Ja, het is wel een snoek. Ja, hij zit vals gehaakt man. Ik dacht dit is een dikke jongen. Nou, zwem er maar in.
Ook nog best een mooie, hè? Ja, dat is gewoon een 90er. Net 90. Oké. Helaas, vals gehaakt. Ik zal mijn lamp even uitzetten. Helaas vals gehaakt. Deze zorgt wel voor de nodige sensatie weer. Nou, gaan we snel teruglaten. Wat een mooie visje, hoor. Zo van de rivier. Nieuwootjes mee. Hey, gaan met de banaan. Ben je er klaar voor? Ja, man. Om de binnenhaven van Rotterdam leeg te trekken. Mee te snoeken. Heel even van de overkant, bij die palen. Daar ja. Van de week nog een mooie baas rond de 40. En dan hier zo langs die Let's kant go. Waar het licht in het water schijnen tussen die boten een beetje gooien. Ben je ook helemaal die kant op geweest, of niet? Ja, een paar keer ving ik wel baas ook. Bij die, maar... bij die bruggen daar? Ja, maar die lichten zijn er niet meer, man. Nee? Heel karig. Nu gaat het gebeuren, man. Ik voel het. Nou, Koen. Volgend stekkie. Wil je niet bij deze beginnen? Nee, eentje verder. Oké. Het is 7:30. Ja. Dus... uur en 3 kwartier nog? Ja. Hier moet even een mooi uitkomen. Ik hoop het wel. De Fox Rage slikt finesse. En Koen ook. Hé, Koen? Is een mooi ding. Waar gooit Koen? Waar gooit Koen? Ja, dat zie ik zelf ook niet zo. Ja, vis, vis. Thijs, vis. Ja, waar is het net? Ja, hier naast me. Goeie ook, man. Ja? Ja, man. Wat een gast, maar mee. 18 centimeter, oh, valt volgens mij wel mee. Het is er wel een. 18 centimeter pro shit. Oh. 72. Kijk maar, met zijn vin net er tegenaan. Fotootje. Die hadden we even niet verwacht. Ik wisselde net van shed. Van een kleinere shed naar een grotere shed. Want dat wil nog wel eens het verschil maken. Ja, deze had er toch wel goed zin in. Mooie stekels omhoog. Ja, dat valt nog mee. Hoppa. Maatje. Pik. Nou, ik denk dat we hier nog een paar worpen doen. Een paar worpjes en dan gaan we. En hier verderop loopt het dood. Hebben we nog één krip. En daar komt net een boot te liggen. Dus ik denk ook dat dit de laatste stek is. Dat denk ik ook. Ja, een paar worpen maken. Laatste stek. Vol kaartje. Lekker, man. Lekker. Koran, ben je aan het mediteren? Oh. Zit je naar die meiden te kijken? Nee, dat mag ik niet van mijn geloof, hè? Oh. Mag alleen naar jongens. Maar je had het kijken. Net mag over die... gaan we naar de stad? Aan naar de bako's? Naar de stad? Misschien komt Sjoerd ook nog dan. Kijk. Vissen zat hier in de zee. Alleen niet de juiste soort. Wacht maar volgende week. Ik denk dat we volgende week, dan gaan we de ochtend met jou op de boot meerval vangen. En dan pakken we in de middag richting de avond gaan we nog de halve dag zeebaars. Zeebaars. Oh, ben ik daar blij mee, hé? Lekker, pik. Toch volle kaart. Ja, door jou, hé. Je hebt van bijna vandaag alles gevangen, hè? Ja, samen. Strijder. Alles samen gedaan, uiteindelijk. Nou, hier heb je echt meer stroming, maar staat bijna stil. En, visserij is ook anders. Omdat je shed een beetje het kripvak in laat stromen, zeg maar. Eén worpie. Wat zei je? Laatste worp. Ja, vis! Dikke!
Hij doet het, hè. Kom maar aan. Dit is echt een goeie, hij blijft heel diep. Hij doet het gewoon weer. Deze is echt groter dan de netmaat. Pak het net. Woe. Dat valt mee, maar... Nee! Ja, dat is jammer. Ik kan niet altijd 6 gooien. Zag je hem? Ja man, voor de kant. Hoe groot? Ja, moeilijk te zien, maar hij was niet onwijs. 80? Nee, denk net niet. Denk nee. Zelfde maatje als net, man. Zit er weer op. Wel geteld 1 snoekbaars vervangen vandaag, net maat. Ongelooflijk slecht, jongens. Ja. In ieder geval proficiat voor team Fox. Dus we gaan lekker afsluiten bij de McDonald's. Bo is al heel de dag aan het zeuren dat hij niks te eten krijgt. Ja. En dan vanavond ga jij nog een meerval sessie doen? Nee, ik ga vannacht naar Volkeren op de Legic op snoek en snoekbaars. Oké. Dus even een snoek vangen die we vandaag niet kunnen vangen. Dus even vannacht. Ben benieuwd. Wie weet, hè? En ik ga de waterweg op in een van de laatste sessies met de boot om de zeebaars te vangen. De temperatuur is een graad of 13, dus heel lang zal het niet meer duren voordat ze wegtrekken. Dus ja. We hopen dat we daar meer geluk hebben, Goran. Kan haast niet anders, hè? Nee. Het was gezellig, maat. Dat sowieso. Tot de volgende week. Nou, dat was hij dan. Dat was hem. Jouw dagje. Ja, we hebben beide gevist. Het is, we vissen het als team en we hebben het allebei gewoon top gedaan. Ja. De ene keer ving ik mee, de andere keer ving jij mee, maar we hebben het beide gedaan. Ja, vandaag was een beetje een off day van mij. Heb je wel eens? We hebben allemaal wel eens. Dat was nice. Dat was top, hé maat. Lekker. Lekker gevist. Ja, ja. Jullie bedankt voor het kijken. Wij hebben het enorm aan het zien gehad. Zo. Nu lekker op huis aan. Ga lekker wat eten. Yes. Hey, tot ziens. En met dit spectaculaire einde op de rivier heeft team Fox Race gewonnen van team HTO Westdijk en daarmee hun eerste 3 punten binnen. Met een totale score van 374 punten hebben ze niet alleen de dagwinst binnen, maar staan ze ook gelijk boven Westin in het klassement. Volgende week is het de beurt aan Westin en HTO Westdijk. Abonneer je op dit kanaal om deze aflevering niet te missen. Tot volgende week.